ben Herman Rosseboom en ik ben voorzitter van de Roodrunners. Ik ben Rogier de Groot. We zijn bij de Zoetermeerse Rensbrigade en daar ben ik algemeen strandcommandant van de bewaking op het strand. Mijn naam is Wolfram Wissen. Ik ben voorzitter van de stichting Exploitatie Sportcomplex van de Dutch Dragons. Helemaal vol. Ik ben Casper van der Harst, voorzitter van drakenbootvereniging de Dutch Dragons. Nou, mijn naam is Rob Dekker. Ik ben eigenaar van Dijfsport Zoetermeer. Dat is deze winkel. Ik ben Stefan Kortekaas en ik ben leiding bij de dolfijnen van de waterschouting groep Pocahontas. Hier in Zoetermeer aan het Noord-Aa. Mijn naam is Rode van der Zwan. Dit is Funsport van Vliet Zoetermeer. Surfshop die al sinds 1983 bestaat eigenlijk. Ja, ik ben Ted Thijssen en ik ben de voorzitter van Wait Forward. Dat is een vliegvisvereniging die hier aan het Noord-Aa gesitueerd is. Ik ben Dick Schouten, het oudste en tevens erelid van de Zoetermeerse Kanovereniging. Het is eigenlijk een atletiekvereniging, maar wij hebben specifiek ons gericht op de hardlopen op de weg. 12 mei, ja, dat is de datum waarop wij met gezamenlijk gezegd van joh, dan gaan we samen iets leuks doen. En wat gaan we dan precies doen? Ja, het is een open dag voor alle verenigingen. We hebben afgesproken dat we heel duidelijk zelf een soort programma in elkaar zetten. Dus ieder doet zijn ding waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat ze graag aan de omgeving willen laten zien. We hebben ook toen de tijd we de eerste keer bij elkaar zaten ook gedacht van joh, moeten we het een naam geven? En toen kwam er spontaan uit iemand zijn hoek van Noord-Aa. Avontuur. Dus kort gezegd Noord-Avontuur. Ik vond dat wel een hele mooie woordspeling. Want we zitten natuurlijk aan de Noord-Aa. Wij hadden de pech, of misschien wel het geluk dat we dit jaar 50 jaar bestaan en op diezelfde dag ook ons feest hebben. Maar we gaan zeker meedoen. En wat ik van de anderen hoor, gaan ze hele leuke dingen doen. Wij zijn in ieder geval overdag gewoon open. En wij zijn hier aanwezig ook met ons feest. Maar 's middags zijn we lekker open voor mensen die binnenkomen waaien. We kunnen met ons praten over onze sport en we willen ze graag enthousiast antwoord geven en kijken of wij misschien nog wel meer leden kunnen verwerven. De strandcommandant heeft de algemene leiding van de bewakingsploeg, dus dat zijn alle mensen die hier zomers van mei tot en met half september toezicht houden op het Noord-Aastrand. Nou ja, we doen wat je waarschijnlijk bij meerdere verenigingen gehoord hebt, met z'n allen een open dag waar iedereen zijn eigen ding doet. Nou, ten eerste gaan wij assisteren bij de collega's van de Dutch Dragons die een drakenbootrace hebben. Daar gaan we toezicht houden. En daarbuiten gaan we ook nog toezicht houden gewoon op het strand, wat onze eigenlijke taak is. En voor de open dag gaan we eigenlijk hier in ons clubhuis demonstraties geven van EHBO, van zwemmend redden. Ja, wat je daarmee kan, zeg maar, hoe mensen kunnen redden. Onderdeel van het mensen redden is natuurlijk ook dat je kan zwemmen. Dus wij geven gewoon de normale zwemlessen, het zwem-ABC. En we geven daarnaast ook lessen in zwemmend redden. Dus hoe je jezelf kan redden, maar ook hoe je andere mensen kan redden. En ja, daar begint het eigenlijk mee. Dus Dragons, nou, die geschiedenis die begint eigenlijk in 1990. Dat is een vriendenclub geweest die uiteindelijk gestart is met draakbootvaren als initiatief. 1991 is de club officieel opgericht, statutair. En in 1995, dat was in Amsterdam, en in 1995 is de club overgekomen naar Zoetermeer. En vanaf dat moment hebben wij hier onze wortels laten groeien, zou ik maar zeggen. Wij hebben als drakenbootvereniging de Dutch Dragons een NDBF Cup wedstrijd. De NDBF Cup is de Nederlandse Cup. Internationale teams die aanwezig zullen zijn. Duitse, we hopen op Engelsen, maar dat wordt wat lastig. Daarnaast is inderdaad het Noord-Avontuur wordt georganiseerd op 12 mei, waarbij alle omliggende verenigingen, dus om het Noord-Aa liggende verenigingen, samenwerken om het gebied te laten zien. Wat doen we hier allemaal? Nou, in onze visie sowieso, de samenwerking die we hiermee aangaan, dat is voor het eerst eigenlijk dat we met alle verenigingen die samenwerking aangaan. Heel erg goed om dat soort nieuwe mogelijkheden natuurlijk aan te pakken. Daarnaast is het gebied vanuit die verenigingen, maar ook vanuit de gemeente, wordt dat steeds beter ingericht. En zijn er dus ook steeds betere mogelijkheden voor alle Zoetermeerse mensen, of ook buiten Zoetermeer, om hier naartoe te komen om de sport te beoefenen. Het is een duik snorkelshop eigenlijk. Je kan niet terecht voor duikmaterialen, je kan niet terecht voor snorkelmaterialen. Maar ook voor je opleidingen of gewoon voor je teamduiken. Een teamduik is een duik die je gezamenlijk met wat mensen van onze club kan maken hier in Nederland. In Zoetermeer duiken we het Noord-Aa. In het Noord-Aa hebben wij een onderwaterpark gemaakt. Dat is een,
ja, laat me zeggen het al, het is een park van objecten. Het is wel grappig, want als je daar staat, zie je niks meer dan 5 of 6 tonnen drijven. Dat bakent een gebied af voor de mensen die bovenwatersport bedrijven, om daar niet te gaan varen. Want dat is wel een beetje gevaarlijk op het moment dat iemand aan het opstijgen is. En er komt net een server voorbij. Dus boven kan je een aantal tonnen zien. En daaronder hebben we een heel park gemaakt. Dat bestaat uit een 6-tal objecten. De bedoeling is om aan de Zoetermeerder te laten zien wat er nou gebeurt daar zo met een duiker. Ze rijden wel eens voorbij en dan zien ze een fragment, maar vaak vertelt dat niet het hele verhaal. En wij hebben geprobeerd om alles wat een duiker meemaakt tijdens een duik, daar te laten zien. Dus op het moment dat je daar komt, kan je dus een duiker zien die een set aan het optuigen is. Je kan een duiker zien die net het water uitgaat. Je kan zien een duiker die aan de oppervlakte zit. Dus al die momenten die zijn op dat moment aanwezig. Dus je hoeft er niet, laat maar zeggen, 2 uur of 1,5 uur te wachten om het hele verhaal mee te maken. Dus dat is een beetje de bedoeling van die dag. En daarbij hebben we dat een beetje opgeluisterd met wat extra informatie. Dus als mensen zeggen, god, dat vind ik leuk, ik wil ook gaan duiken. Dan lopen ze naar een van die duikers toe en die kan hun dan wat informatie erover geven. Of ze stappen naar een stand toe, we hebben daar 2 stands staan. En dan kunnen ze ook hun informatie daar halen. Sterker nog, ze kunnen daar direct een duikopleiding boeken als ze willen. Op het moment dat je dus met water bezig bent, heb je heel veel dingen die elkaar verbinden. En dat merk je nu al tijdens deze eerste contacten die we hebben. We hebben allemaal interesse voor elkaar sport. En de raakvlakken die we dan hebben, die kunnen we op een gegeven moment gewoon waar de problemen zitten oplossen. Of daar zelfs kansen van maken. Dus de eerste kanoer die laat me zeggen, bij ons zal gaan duiken, die heeft zich al aangemeld. En andersom zal ook binnenkort wel het geval zijn. Dus die versterking is er al. Wij zijn een scoutinggroep, maar dan niet zomaar een scoutinggroep. Wij zijn een waterscoutinggroep. Dus wij doen veel op en rond het water. Lekker zeilen, met de kano's erop uit. Roeien als er geen wind staat. En zo houden wij de kinderen lekker bezig. Dus die beginnen vanaf 5 kunnen ze erbij tot eigenlijk 23. En alles daartussen en alles daaruit, dat geeft leiding. We zijn vooral eigenlijk de hele zaterdag en de zondag hebben wij opkomsten, zoals we dat noemen. En we zijn een groep met ongeveer 100 kinderen. 12 mei hebben we natuurlijk het Noord-A-avontuur. En dan gaan wij lekker met z'n allen naar buiten, kanoën, zeilen. En dan gaan we er gewoon een hele leuke dag met z'n allen van maken. En dan gaan we er gewoon geweldig van genieten. Dit is Funsport van Vliet Zoetermeer. Surfshop die al sinds 1983 bestaat eigenlijk. En al eerder hadden we een surfschool. Dus er wordt al meer dan 30 jaar windsurflessen hier in Zoetermeer gegeven op de Noord-A-plas. En dat kan door middel van verschillende cursussen, kan je dat volgen. Dus eerst een kennismakingsles, een dagcursus, dat wordt eigenlijk het meeste gedaan. Dus iedereen kan zelfstandig na een dag heen en weer windsurfen. Of in de zomervakantie een week voor de kinderen meestal. Kinderfeestjes doen we ook. En we hebben nog meer activiteiten die we rond het water organiseren. Het is weer groeiende. Eind jaren 70, begin jaren 80 was het ook heel populair. Het was een hele nieuwe sport, iedereen ging het doen. En dat is in de jaren 90 een beetje afgezwakt. En nu is eigenlijk de tweede generatie die een beetje gaat komen surfen. Het blijft een hele populaire sport. Ja, 12 mei worden natuurlijk verschillende activiteiten hier rondom de Noord-A-plas georganiseerd. Wij kunnen de mensen dan gratis kennis laten maken met het windsurfen. Dus we hebben een tiental surfboards ter beschikking met 2 leraren erbij. En al dan niet beginnen we met wat oefeningen op de kant. En dan gaan we het water op, krijgt iedereen een wetsuit aan. En dan kunnen de mensen kijken wat ze ervan vinden en of het lukt. Wij maken 1 keer per week gebruik van het clubgebouw van de kanovereniging De Sprinters. En wij proberen onze leden wat bij te brengen over het vissen met de vlieghengel. Dat vissen met de vlieghengel, dat behelst meerdere aspecten. Zeg maar, het is een stukje natuurkennis over het insectenleven om en aan het water. We brengen de leden werpinstructies, krijgen ze van ons. En we leren ze wat over het binden van goed vangende vliegen. Zeg maar, per clubavond met een 20 leden hier aanwezig. En dat is zo'n bakje koffie drinken, een biertje erbij. We gaan wel eens naar het Noord-A even vissen op de zwoele zomeravonden. En dat is altijd wel gezellig.
Nou, het is een dag die wij gaan gebruiken om ons een beetje te profileren voor de mensen die zeg maar hier op zeg maar een rondje rond het Noord aanlopen. Hè. Die doen alle verenigingen aan en we hopen dat als ze bij ons komen, dat we ze wat kunnen vertellen over onze vereniging en wat bij kunnen brengen over het vliegvissen, waarom dat zo leuk is. Ja, we gaan werpdemonstraties geven en we geven binddemonstraties. En we vertellen wat zeg maar over onze clubactiviteiten. Er zijn vaste avonden in de week. Dat is op woensdagavond. En dat verschuift in de winter, verschuift dat dan naar zondag. En dan komen de mensen bij elkaar. Wij komen dan bij elkaar als leden. Maar tevens is dan ook een open avond voor mensen die kennis willen komen maken met de kanovereniging. De mensen weten eigenlijk heel weinig van wat er om de plas gebeurt. En de plas is een enorm aantrekkingspunt. Het is water, er wordt gekanoot, er wordt gezeild, er wordt gedoken. Maar door het in een dergelijke verpakking te steken, is degene die hier van het Noordavontuur op de hoogte komt ineens in. Hij weet eigenlijk precies wat er om de plas kan gebeuren, waar hij lid van kan worden. En zo open je als het ware de deuren voor de mensen om toegang te zoeken naar wat ze graag zouden willen doen en wat ze door de verspreiding ervan en de weinige informatie die erover was, niet toegekomen zijn. En daarmee leg je als het ware een financiële basis onder wat eigenlijk ontstaat uit een gedachtegang van jongens, er moeten meer mensen weten wat we hier allemaal kunnen op het water, op en rond het water.